met deze nieuwe video van Bolstar. Ja, ik zie er misschien een beetje anders uit vandaag. Ja, ik ben een beetje moe, ik heb niet zo goed geslapen. Maar als de Kenny wilt, mijn broer wilt, dan ik heb dus nog van mijn zus, mijn tante die er geweest zijn, nog chipsjes over. Die zijn dus zeer pikant. En ik wil hem dan laten proeven of wat hij ja, een rode hoofd krijgt of niet. We zien het wel of dat hij, hoe dat hij gaat reageren. Want ik kan nu mijn schoenen aandoen, want ik ga erheen. Want ik heb iets nodig daar voor een beetje saus te kunnen maken. Dus wij gaan erheen. Dus even schoen aan. Maandag komt er speciaal volk. Ik weet ook niet wie het er precies komt, maar ze hebben mij gemaild van de VTM. Daar kan ik weten aan het programma. Over artiesten meer weet ik ook nog niet eigenlijk. Ik weet wel dat ze me hebben gemaild daarvoor. Dat vond ik eigenlijk wel heel cool om eraan mee te doen. Dus daarom heb ik ook ja gezegd. Maandag komen ze hier. Dus ben eens benieuwd wat het gaat worden. De laatste keer dat ik heb meegedaan met een programma was met K2, zoek K3. Ja, ik ben niet zo ver geraakt, toen heb ik weer op televisie zien. Dus dan leggen we die vragen weer heel vaak. Maar, even mijn helm pakken, mensen. Maar ja, voor de rest heb ik eigenlijk, en superfans, heb ik ook meegedaan. Er kwam toen met heel veel kritiek op, maar ja, nu is het van de VTM en ik denk in mijn eigen kom. Laten we gewoon eventjes meedoen. Dan zien we het wel hoe de ervaring loopt eigenlijk. En maandag komen ze naar hier. Ik weet eigenlijk ook niet goed wat ik moet verwachten. Dus en of we dat mogen filmen, dat weet ik ook niet. Dus ik weet eigenlijk nog helemaal niks. Het enige dat ik weet dat ze me hebben gevonden. Dus ik zal er maandag wel, meestal als het programma is, kun je er niet zo heel veel vertellen. Omdat het dan, moet eerst op de televisie komen. Dat zijn ook de rechten die je natuurlijk op dat moment hebt dat je niet moet vertellen. Maar ja, we zien het wel allemaal, dus ik laat gewoon nog maar één komen en zie mij binnenkort sowieso op de VTM. Eerst heb ik nog mee dan The Voice, daar heb ik ook voor ingeschreven. En nu kijk, nu sta ik daar met dat programma. Meer kan ik jullie niet vertellen, want meer weet ik zelf ook niet. Er komen nog wel leuke video's aan, maar ik ga nu naar mijn broer. Anders wordt het veel te laat. Zijn je bereid om te proeven? Dat is goed. Oké. Dus doe je mond maar open. En lekker of niet lekker? Nee, ja. Is het mondje leeg? Ja. Weet je een beetje lekker doen als je en je praat dat op. Deze gaat een beetje pikanter gaan, hè? Dat zijn die je zoon geproefd heeft trouwens. Daar wordt hij er meer van. En pikant. En dan hebben we nog een laatste. Als je die nog gaat proeven, denk ik. Dat weet ik niet. Dat is de laatste. Geef ik maar één. En die is veel te pikant. Dat is mijn pupillen verbrand, ja. Ja, dat waren ze. En hoeveel punten krijgen ze? Ik ben niet van de rest.